Ik ga door met zo'n tot Tokio. Hele goede keuze. Als ze het niet zou doen, dan was ik nog wel een serieus gesprek met haar aangeknoopt. Want ik vind dat zij nog even door moet gaan. Dat ze nog één keer zo'n Olympische cyclus moet maken richting Tokio. Als ze maar dat plezier heeft, als ze nog steeds intrinsiek gemotiveerd is. Vanochtend was al een persconferentie ingelast. Ik bleef maar de vraag krijgen. Dus ik denk, ik pak nu mijn moment en nu zeg ik gewoon, want zo spannend is het niet, maar ik ga door met zwemmen. Dan kan ik me vanmorgen en overmorgen lekker concentreren op de races en daarna gewoon vakantie vieren. Ja, ik vind het superleuk. We wonen samen en dat maakt heel veel dingen heel makkelijk als we allebei zwemmen. Dus we hebben een beetje hetzelfde ritme, we trainen tegelijk. Ja, dan kan je tegelijk eten, tegelijk slapen. En dan sprak ik net met Ferry, die zei ja, het is heel fijn dat we een beetje hetzelfde slaapritme kunnen blijven houden, hetzelfde eetritme. Dus je hebt ook wel een klein beetje met Ferry rekening gehouden met deze beslissing? Nee, absoluut niet. Ik had wel het idee dat ze plezier had in het zwemmen, maar ik was niet echt bezig met of zij wel of niet door zou gaan. Dat is iets wat ik volledig aan haar wilde overlaten, omdat het vanuit haar zelf moet komen om die passie te hebben voor het zwemmen. We hebben daar ook wel, we hebben natuurlijk wel over gesproken, maar niet in de zin van ga je door of ga je stoppen of wat als. Meer in van, nou, wat vind je belangrijk en wat zijn je doelen voor komend jaar, komende jaren. En nou, dan hebben we allebei het doel van Tokio. Wanneer had jij een beetje de indruk, ze kan nog wel eens doorgaan? In de aanloop van de WK, dat ik zag dat ze weer enorm veel plezier had in de sport. De manier van trainen, hoe ze de wedstrijd weer benaderde. Niet van een van de zoveel, maar gewoon van ik ga deze WK iets bijzonders neerzetten. Ja, dan ben je van grote klasse en ik denk dat ze dat de komende jaren gaat vasthouden. Haalde je nou ook nog motivatie uit het feit dat het in de laatste Spelen in Rio niet echt eruit is gekomen? Heeft dat je nog extra gemotiveerd om door te gaan nog 4 jaar daarna? Weet ik eigenlijk niet. Het is heel moeilijk om te zeggen. Ik heb niet direct het gevoel of dat ik wrok koester of denk van nou, ik moet me bewijzen. Meer het gevoel dat ik denk van nou, ik vind het nog te leuk om te stoppen en het is nog niet klaar. En ik denk dat ik nog gewoon harder kan.